De voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Wind, John Samuel, heeft afgelopen zaterdag zijn achterban in Marowijnen opgeroepen massaal te stemmen op de ABOP. De Nieuwe Wind mag niet meedoen in Marowijnen omdat het hoofdstembureau haar kiezerslijsten ongeldig heeft verklaard. Het verzoek om toch toegelaten te worden is in hoger beroep afgewezen door president Desi Bouterse. De partij probeerde het toen via een kort geding, maar ook daar trok ze aan het kortste eind. Volgens partijvoorzitter Samuel, die in het verleden lid was van de NDP, is dit een bewuste tegenwerking van de districtscommissaris en voorzitter van het hoofdstembureau, Freddy Daniel. De politicus heeft daarom gemeend zijn ondersteuning te geven aan de ABO. Ding voor Nieuwe Wind. Mijn bestuur, alle de sympathisanten voor Nieuwe Wind. En suma die bij ons stem ge Nieuwe Wind, we bar je odi abakan na disi. Je nanga je partij, nanga respecti. We tak je odi en we want tak je taki allemaal. We ondersteun ABOP 100%. Voor ABOP kan feni sandi de vanoudu. Daar omdat dat ten chatu, me want tak je tak tide na kennismaking. Da minogo tumsi langa tap. Samina nga mene Brunswick mustaki fuko meet you because sanyo pasa. Ma mi wan taigi a Beneland a moment disi. Mi wan taki nga sernang taki sernang ego wan presi. En omdat sernang ego wan presi, daarom teku presi fuchara kenki kong fucha sernang gona presi. En fu shitaki de Nieuwe Wind kon steun. Kongi a power 100% na ABOP. Dat one taki, wanyu ito wai ook to in ABOP go mit sernang. Samuel verzoekt de mensen van het binnenland niet te stemmen op de zogenaamde fotopartijen. Hij benadrukt dat deze partijen niets kunnen betekenen voor het achterland. Me wan taigi den sama van binnenland. Marowijnen, Brokopondo, Sipaliwini. Me wan taigi taki wa mu missie. Mi wani taigi utaki de mang diabi den fotopartei uno man kayen tafasi. A fotopartei mang den smafu di de teken na binnenland e poti fu soi eke de meinang awi na soso we kayen aini wan pepe woutu spekken bona. Vogelverschrikker de misbruik de sama de fu kon taigi eke de odu ma tianga nouse fie si fa binnenland te go. Ma wina Brokopondo, Sipaliwini, u stem massaal tapu ABOP. Saide u stem massaal tapu ABOP. Wan fotoman, no man sabi noiti, fafu dua sanigi yunanjuka, fafu duengi yunalawa. A muilak te isa fotoman kotampu baka kwaka ngayu, a wani wan sani muekia kwaka. John Samuel, voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Wind. Hij roept de binnenlandbewoners op massaal te stemmen op de ABOP.